allemaal, mijn naam is Jetty van Max Groningen en vandaag gaan we een appartement bekijken aan de Couperenstraat. De Couperenstraat is gelegen in de wijk De Weijert en supermarkten en andere voorzieningen zijn om de hoek. Daarnaast is de binnenstad ongeveer 5 à 10 minuutjes fietsen, evenals het hoofdstation. Ook is de ring nabij, ideaal dus als je ergens buiten Groningen werkt. Laten we even naar binnen gaan naar het appartement. Voordat we het gebouw zelf ingaan is het goed om te weten dat hier aan de rechterzijde een berging gelegen is. De berging behoort tot het appartement en kan je dus heel veilig je fiets achter slot en grendel zetten. Gaan jullie mee naar boven? We zijn aangekomen op de bovenste etage. Hier zijn twee appartementen gelegen, namelijk nummer 122 en nummer 124. Wij gaan een kijkje nemen bij nummer 124. We zijn aangekomen in het appartement en we eerst komen aan in de hal. Hier bevinden zich onder andere het toilet, de douche en een slaapkamer. Maar we gaan eerst even naar de woonkamer. Zoals je ziet is het een hele ruime woonkamer met veel lichtinval. Dit komt door de grote raampartijen die zich hier bevinden. Daarnaast is hier voldoende ruimte voor een ruime zithoek. Zoals je kan zien staat er nu een bank en een stoel, maar er is ook bijvoorbeeld ruimte voor een grote hoekbank. Daarnaast is hier ruimte om de tv te plaatsen en hierachter zitten stekkerdozen, zodat je die stekkers mooi kan wegwerken. En daarnaast is hier ruimte voor een grote eettafel. Direct aan de woonkamer gelegen bevindt zich de keuken. De keuken heeft een luxe uitstraling met onder andere een oven, een koelkast, ook zit er een vaatwasser in. En daarnaast is er natuurlijk een gasfornuis aanwezig met een afzuigkap. Ook is er voldoende ruimte om al je servies en voorraad kwijt te kunnen. En dan zit hier in de hoek nog een plek voor de wasmachine. Deze heb je dus ook mooi weggewerkt en het is gewoon handig dat je die hebt natuurlijk. Daarnaast zit in de keuken de deur naar het balkon. Het betreft een ruim balkon waar je zomers heerlijk kan zitten. Zoals je ziet schijnt de zon hier ook heerlijk op 's middags. Dat is natuurlijk ideaal. Gaan we nu via de woonkamer even door naar de eerste slaapkamer. Deze grenst direct aan de woonkamer en hier is voldoende ruimte voor een groot tweepersoonsbed, grote kledingkasten en daarnaast is zoals je kan zien hier ook weer enorm veel licht door de grote raampartijen. Daarnaast is het goed om te weten dat alle ramen hier in het appartement dubbelglas zijn. Erg fijn dus, want het is goed geïsoleerd. Gaan we nu door naar de tweede slaapkamer. Deze grenst aan de gang. Ja, zoals je kan zien betreft dit ook een ruime slaapkamer. Qua grootte is die aardig gelijk aan de eerste slaapkamer. In dit geval is er een werkkamer van gemaakt, maar ook hier zou je bijvoorbeeld weer een tweepersoonsbed en kasten kunnen plaatsen. Of je maakt er inderdaad, zoals in dit geval, een kantoor van. Gaan we als allerlaatst nog even het toilet en de badkamer bekijken. Te beginnen bij het toilet. Zoals je kan zien ziet deze er strak uit en wat daarnaast opvalt is dat deze apart is van de badkamer en dat is natuurlijk erg prettig als je bijvoorbeeld bezoek hebt. En dan hebben we hier de badkamer. Ook deze ziet er strak uit en is voorzien van een wasbak, kastjes waar je handdoeken in kwijt kan en aan de rechterkant bevindt zich de douche. Goed, gaan we nu terug naar de woonkamer waar we de video even afsluiten. We hebben nu het hele appartement gezien. We hebben gezien wat voor luxe uitstraling het heeft, hoe het afgewerkt is en de twee slaapkamers. Daarnaast hebben we ook eventjes de locatie bekeken en hebben gezien dat het appartement nog een bergruimte heeft. Wil jij nou wonen aan de Couperenstraat in Groningen? Reageer dan snel via onze website en wie weet tot snel bij een van de bezichtigingen.